Ja, zoals jullie aan me kunnen zien ben ik best wel veel afgevallen. Oh fuck, ik ben vanaf 7 uur 's ochtends wakker. En ik ben gewoon al kapot voordat ik ben gaan werken. Je doet het heel goed. Je bent lief. Ja. Ja. Hallo jongens en welkom weer bij een nieuwe vlog. Oh mijn god, ik heb jullie echt gemist. Het is ook alweer een tijdje geleden. Het voelt gewoon raar om weer een vlogcamera in mijn hand te hebben. Ik ben hier met Daf en we zijn matching. We hebben van voor een familieset gehad. Iedereen heeft ook een setje. Het is zo schattig. En we zitten nu in de auto. We komen net van het gemeentehuis, want we hebben een paspoort voor Iden aangevraagd. Want wij gaan over 2 weken naar Turkije. En Davino gaat dus met zijn klanten een tandreis doen. Dus voor de mensen die hun tanden willen doen, kronen of facings, laat even Davino weten. Stuur even een berichtje op zijn Instagram. Ik ga ook mee, gezellig. Dus dan gaan we met z'n allen. Je kan jezelf nog steeds aanmelden. Dus ja, laat het weten. En zijn Insta is @betterwhite.nl. Dus dan kan je ook zijn Insta even checken. En via daar kan je ook contact opnemen. Maar via de Vio's Insta kan je ook contact opnemen. Nou, ik heb dus een pakketje bij UPS. En ik heb nog nooit meegemaakt dat ze mij bellen en zeggen van nou, je moet er zelf komen ophalen. Het zijn veel pakketten ook, hè? Nee, die komen, die geleverd worden. Oh. Dat zijn die 10, maar die van mij zijn 1. Geleverd. Ja. Dus wat moet jij ophalen dan? Die stuwings-BH's. Ah, en wat wordt geleverd? Die spuitflesjes. Ah. De vagina-fles. Ja, de vaginale douchefles. Ik ben dus nu bezig met een nieuw bedrijf voor na je zwangerschap. Want ik heb dus heel veel dingen gekocht waar eigenlijk nooit echt over wordt gepraat. En ik merk dat vrouwen die net zijn bevallen eigenlijk gewoon sport-BH's dragen. Maar ik had dus dat door die stuwing dat al mijn BH's helemaal onder zaten van de melk. En ik dacht van ik wil gewoon een stevige BH. En voor de vrouwen die borstvoeding geven, dat je gewoon dat haakje eraf kan doen en kan voeden. Dus ben ik even op zoek gegaan naar goede stuwing BH's. En ik ben nu echt tevreden en ik ga ze straks ophalen. Dus dan kan ik ook de samples laten zien. En ja, ze zijn ook gewoon lekker stevig. En je kan ze ook dragen als je niet bent bevallen. Dus als je gewoon een stevige BH wilt. En van die peri bottles. Was eigenlijk de insteek om het te gebruiken voor na je bevalling. Want dan brand je punani zo erg door die hechtingen. Vagina. Punani. En als je vagina dan klinkt net, hè. Met je punani. Punani. En als je zeg maar plas en het tegelijkertijd erop spuit. Vagina. En tegelijkertijd erop spuit, dan doet het plassen niet zo pijn. Vooral als je bent uitgescheurd. Dat is bijna echt een plassetje. Jongen, stil zeg maar. Je pijn aan je plassetje. Maar heel veel vrouwen zeiden ook van, oh dit is echt handig, want dat kan je ook gebruiken voor je wassing. Dus dat is ook echt top. Als ze vandaag binnen zijn gekomen, dan laat ik die ook gelijk zien. Oh ja. En vanaf deze week moet ik ook weer werken. Fulltime, gelijk weer 5 dagen per week. Dus werk aan de winkel. Ik ben bezig, jongen. Ja, en binnenkort komt mijn docu dus ook online. En Davino is alles aan het regelen voor de première. Alles, hè? Ja, echt alles van A tot Z. Want BNN gaat dit niet doen. Dus het is een docu die we gewoon, of een première die we zelf gaan regelen. Alles. En Davino kan nu laten zien wat voor goede manager hij is. Alles. Hij gaat alles uit de kast. Benadrukt? Alles. Okay. Maar echt alles, alles. Tot de fotowand, tot de locatie, tot de hapjes. Laten we niet te vroeg juichen. Tot de gasten. Veel met eindresultaat. Ja, dus en we hadden dus ook besloten om een paar van jullie uit te nodigen. Omdat jullie me natuurlijk al sinds day one supporten. Dus het lijkt me superleuk als een paar van mijn volgers ook naar mijn première komen. Maar daar komt nog meer informatie over. Ik zit nu in de auto. Ik ga naar werk. Ik moet eerst nog eens dat pakketje ophalen. Maar omdat ik zo chaotisch ben en ik heb nooit tijd om mezelf klaar te maken of eten te maken voordat ik naar werk ga. Dus ik ben zo blij dat ik Hey Foodie heb. Ze sturen dus elke dag ontbijt, lunch en avondeten. Als ontbijt heb ik 2 wafeltjes met Griekse yoghurt. Als lunch een pita met kip en groenten. En als avondeten rijst met kip en bonen en broccoli. Dus dit ga ik meenemen naar mijn werk. Ja, ik ben dus echt blij, want voordat ik bij Hey Foodie zat, probeerde ik dus elke keer eten mee te nemen. Maar dan was het echt 10 minuten voordat ik weg moest gaan, ging ik even naar de winkel. En dan kocht ik echt alleen maar, ja weet ik veel, chococroissantjes. Echt van die onzinnige dingen. En zoals jullie aan me kunnen zien, ben ik best wel veel afgevallen.
En ik kwam eigenlijk meer aan omdat ik gewoon weinig... Als je zeg maar niet vast eet, dus als je zeg maar heel weinig eet, dan kom je juist meer aan. Ik dacht dus van, als ik mezelf verhonger, dan val ik vanzelf wel af. Maar ja, zo werkt het dus niet, helaas. Maar ik merk dus dat ik, sinds ik zeg maar wel gewoon echt een vaste stevige ontbijt heb, een vaste stevige lunch en avondeten, dat het wel echt steeds beter gaat met kilo's kwijtraken. Dus het is niet dat je nu hey foodie moet gaan aanschaffen of zo, maar het is wel belangrijk om dat gewoon wel altijd te doen. Een ontbijt, een lunch en avondeten. Want je ontbijt is wel echt het belangrijkste van de dag. En toen ik naar school ging, ik zweer het, ik duwde gewoon een zak chips in mijn mond en het was oké met mij. Nou, ik ga even focussen op de weg, want I don't wanna die today. Laters. Waarvoor staat de afkorting APK? Vonneke. Algemene keuring. Noordin? APK. APK. Algemene pesticide keuring. Dat is helemaal fout. Ja, ik dacht waar al. Waar gaat het voor? Algemene periodieke keuring. Ah, kutzooi. Periodieke keuring. Sorry pap, ja, mijn vader is automonteur. Hij schaamt zich echt dood. Hij zit zou ik ook doen als jij mijn zoon was. Ja, je ziet maar weer van, wij hebben echt iemand in ons team nodig. Zeker, en, gelukkig hebben er zich weer mensen aangemeld om in ons team te komen. Je kon je aanmelden via Team Noordin of Team Vonnek in de Vanix-app te sturen. Yes, en in mijn team vandaag zit Toshi uit Amsterdam. Hallo Toshi. Hai. We gaan binnen vandaag, hè? Ben je wel een beetje slim of niet? Ja, ik denk het niet, want je hebt namelijk voor Team Vonneke gekozen. Dus dat is oh, alsjeblieft. Keuze. Nando uit Oosterhout, laat je horen, Nando! Ja, we gaan er vandaag volle bak tegenaan. En ja, ik zou gewoon zeggen, Quizmaster, bro van de show, Sofino, wat moet er gaan gebeuren? Ik heb hier nog 4 vragen, die ga ik aan jullie stellen. Als je het antwoord denkt te weten, schreeuw je naam. Is het goed, krijg je een punt. Is het niet goed, dan gaan we door naar de volgende. Is het dan nog steeds niet goed, dan gaan we naar Toshi en Nando. Of Nando. En uiteindelijk heeft een van jullie gewonnen. Toshi en Nando, geef pas antwoord als ik jullie naam noem. Duidelijk. Oké. Kijken jullie vaak films? Nee. Oh shit. Oké, welke acteur speelt de rol van Jack in Titanic? Noordin. Leonardo DiCaprio. Dat is goed. Nee, hij is fout. Hij is fout. Jack Sparrow. Nee, dat is ook fout. Huh? Maar hij is wel fout. We gaan naar Toshi. Nee, dit is zo flauw. Toshi. Zeg het geen... Nee, ze hoorden niet goed. Ik vind dat je nu opnieuw moet aftellen. Nee, dit was wat te laat. Dat was gelijk aan doen. Kom op. Nando. Ja, dan heeft niemand hem goed. Ja, het is Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Ja, dit is zo vaak. Lekker voor je. Leonardo DiCaprio, ja. Fuck this. Lekker best, voor je. Vraag 3. Waar in je lichaam vind je de kringspier? Vonneke. Vonneke als eerste. In je anus. Dat is goed. Ja, dat weet ik dan weer wel. Vraag 4. Van welke sport zijn de New York Rangers en de LA Kings? Noordin. Basketbal. Niet goed. Vonneke. Paardrijden. Nee, ook niet goed. Toshi. Nee, niet goed. Nando. Ja, af. Te laat. Nee, dat zijn geen 5 seconden. Jawel. Ja, 5 seconden. Het is ijshockey. Laatste vraag, Noordin, je kan nog gelijk komen. Dus, ik hoop dat je verliest. Van welk land is Zagreb de hoofdstad? Marokko. Niet goed. Oekraïne. Nee, ook niet goed. Nando. Af. Te laat, fout. Oh, antwoord nou. Ja, je was wel te laat. Dus dan gaan we naar Toshi. Dat is goed. Hey! Gewonnen! Hey Toshi, laat je horen! Ready like Pete's! Oké, nu heb je eindelijk je mond gesnoerd, jongen. Ik heb gewonnen. Als je zo wil winnen. Je bent gewoon slecht. Vandaag ben je gewoon slecht. Die quizmaster is gewoon met je. Nee, je bent gewoon slecht vandaag. Een superleuke goodiebag kan je winnen met een pen erin. En als je heel veel geluk hebt, ook een keycord. Ja, en wij willen dus een goodiebag met een buttplug erin. Dat zou fijn zijn, nee, alleen, grapje. Dat mag nog niet van onze leiding. Ja, doe even normaal. Doe even normaal. Een pen is prima. Maar een jojo zou ook wel leuk zijn eigenlijk.
Nou, in ieder geval, Sil... Dat zit er dus allemaal niet in. Nou, Sil, kan je het verhaal van vandaag vertellen? Ja, noem maar echt iets wat jullie gedaan hebben of zo. Maar dit is meer een soort van statement. Mm-hmm. En het statement is, ik ben de laatste tijd populair bij oude mensen. Oh, Noorden, hoe kan dat dan? Komt er bij oma. Oh, is wat dan? Ik heb nog geen vraag gesteld, hè? Dat is gewoon een antwoord. Ja, nee. Oh. Ja, nee, jij moet wel de vraag stellen. Ik heb nu al de vraag voor jou gesteld. Oké, moet ik antwoorden of niet? Ja, mijn vraag was eigenlijk, waarom denk je dat je populair bent? Oké, ja, dat is ongeveer hetzelfde. Nou, mijn oma die is best populair bij die oudjes, die zitten in die bejaardenhuizen. En die zijn makkelijk tegenwoordig met WhatsApp, Facebook, groepen, noem het maar op. Snapchat. Dus mijn oma post me elke keer, helemaal trots dat ik de kleinzoon ben en wat ik allemaal doe en bereik. Dus ze schept eigenlijk een beetje met mij op. In die Facebook-chats en in die WhatsApp-chats met al die oudjes. En nu word ik dus heel veel herkend door van die oude mensen. Oké. Maar is dat zeg maar alleen in de hoed of echt? Dat is maar één vraag. Oké. Vonneke, ja. Wanneer ben je erachter gekomen dat oude mensen jou leuk vinden? Nou, sinds oude mensen me aanspreken. Ja, dat is mijn antwoord. Ja, één vraag. Ja, shit. Dat kort, maar... Krachtig. Woe, did it. Laat het weten via een gratis berichtje in een Fanix app. Nou jongens, het is nu een jaar geleden dat ik voor het laatst ongesteld ben geweest. En vandaag is de dag dat ik na mijn zwangerschap weer ongesteld ben geworden. En ik vind het echt totaal niet leuk. Ik heb echt buikkramp. Ik ben chagrijnig. Ik heb honger. Ik wil huilen tegelijkertijd. En chocola eten. Ik heb net mijn lunch gegeten van Heyfoodie. Ik ga straks even mijn avondeten eten. Ik ben echt chagrijnig. Maar ik heb wel een koude Hawaii. Daar heb ik wel echt zin in. Eindelijk klaar met werken. Oh mijn god, ik heb zoveel buikpijn. Omdat ik weer ongesteld ben geworden. Na een jaar lang weer ongesteld worden is het zo niet fijn. Het doet me ook echt denken aan mijn voorweeën die ik had. Ik voelde echt precies zo. Nou, ik heb straks... een meeting met de jongen die mijn website bouwt. Het is bijna af. Even de puntjes op de i zetten, want ik was over een paar dingen nog niet echt tevreden, zoals lettertype, de kleuren die gebruikt waren. Dus daar moeten we nog even fine-tunen en dan echt dan, ja, ik hoop over 2-3 weken dat we dan live kunnen gaan. En daarna heb ik even een Mackie date met Femke. En dan is mijn dag alweer voorbij. Oh ja, en zoals jullie weten hou ik echt van volle wimpers. Maar ik weet niet, sinds ik moeder ben, ben ik echt een beetje op die natural vibe. En ik heb vandaag de wimpers op in Russian Volume 2.0. En deze zijn wat minder heftig en vol dan de Russian Volume. En I like it, I love it. Voor de mensen die niet weten, ik verkoop dus wimpers, sunglaze.nl. Daar kan je ze checken. En dit zijn dus Russian Volume 2.0. Lekkere chocomelletje. Nou jongens, we gaan weer werken. Het is weer zover hoor. Vandaag werken we in Hilversum. Hilly. Hilly Billy. Of nee, we werken hier helemaal niet. We hebben hier een meeting en dan daarna gaan we weer naar Amsterdam. Yes. Ik denk hoe vaker je drukt, dat je niet gaat doen ofzo hoor. Heel graag. Weet je wat er echt lijp is aan moeder zijn? We zijn met nieuws. Ik ben vanaf 7 uur 's ochtends wakker. En ik ben gewoon al kapot voordat ik ben gaan werken. Besef. Ik ben al helemaal gesloopt aan niveaus. Nou jongens, we zijn net klaar met werken. Ik was vergeten mijn camera in. Ik was mijn camera in Noorden zijn auto vergeten. Oh, hij ligt er toch? Ja. Heel graag. Heel graag. Zo, hé. Hey. Hallo, ik heb een kind thuis. Je bent naar huis? Heel graag. Oh, waar ben ik nou opeens al wassen? Nou, we zijn er weer. Davine die ging met de auto weg. Dus Noorden die gaan we naar huis brengen. Lief hè? Heel lief van jou. En wat wil ik nou nog meer zeggen? Nou, ik weet het niet meer. Doei! Ja jongens, daar zijn we weer. Oh, mijn pruik laat aan alle kanten los. Dus let er even niet op. Maar ik zal jullie de Stewings BH laten zien. En oh my god, deze kwaliteit. Ik ben zo blij, echt. Ik had eerst een andere besteld. Had ik iets van 500 stuks ingekocht. En ze waren zo slecht. Ik moest echt bijna huilen. Het was zo slecht. Ik had dus een maatje XXXL. En ik heb meestal L. En die XXXL was zelfs te klein. Dus al die maten klopten niet. Heb ik alles terug moeten sturen. Echt veel inklaringskosten ook moeten betalen. Maar
Deze is chefkist bedoel ik. Deze is chefkist. Kijk, je hebt dus aan beide kanten dat je kan verstellen. Dan kan je hem dus losmaken om voeding te geven. En dan heb je iets aan beide kanten. En je kan hem echt zo strak mogelijk zetten als je dat je wilt. En hier aan de zijkant kan je dus ook strakker of losser zetten. En hier heb je dan een rits om hem uit of aan te doen. Aan de binnenkant zit dus zo'n vulling. En die zit eraan vastgenaaid. Want voor mijn dames die vaak hun sport BH in de wasmachine doen, dan weet je dat die binnenkant zeg maar helemaal raar gaat zitten en zo. En dat je helemaal aan de zijkant moet bulken en recht moet trekken. Dat is bij deze niet. Hij is dus vastgenaaid. Dus alles blijft ook gewoon zitten. En als je hem in de was doet, dan zit dat ding niet raar. Alles zit gewoon netjes. Hij blijft echt goed zitten. Alles blijft gewoon intact. En ik kreeg op Snapchat al de vraag van, oh, dit lijkt me echt een hele goede sport BH. Ja, ik zou zeggen, dit kan je ook gewoon sport BH gebruiken. Het is eigenlijk ook oorspronkelijk een sport BH, maar ik dacht, dit heeft gewoon alles wat een goede stuwings BH nodig heeft. Dat je kan voeden, dat het goed blijft zitten, dat het een vulling heeft, zodat je tieten niet gaan lekken door de melk. Alles is gewoon wat ik zocht in een stuwings BH, want ik had allemaal sport BH's en die waren helemaal doorlopen en het was gewoon niet fijn. Dit is ook heel zacht. Ik weet niet of je het kan zien hoor. Maar je ziet dat de stof heel zacht is. Waardoor het niet snijdt in je lichaam. Voor de mensen die me al een langere tijd volgen weten dat ik een borstverkleining heb gedaan. Ik had hele grote borsten. Ik had cup HI. En dat is echt mega groot. En ik zat al laatst te denken van stel. Ik had geen borstverkleining gedaan. En ik zou zwanger zijn geweest. Dan had ik echt tieten tot mijn knieën denk ik. En daarbij dacht ik van. Er zijn heel veel BH's. Die niet in grote mate worden verkocht. En ja, ik wil wel dat gewoon iedereen die zwanger is of is geweest een goede stuwings BH moet kunnen kopen. Dus heb ik besloten om de stuwings BH's van maat XS tot 5XL te verkopen. Zodat iedereen gewoon een goede BH kan kopen voor na de zwangerschap. Zoals jullie weten ga ik dus ook corrigerende broekjes verkopen. En dus een pak. Maar dat pak, dat is niet corrigerend. Dat zit gewoon lekker als je gewoon thuis. Of het is wel een hele fijne stof. En als je bijvoorbeeld een broek eroverheen aan, is echt een mooie top. Maar dat is wel het enige product wat niet corrigerend is. Dus het is wel mooi. Het zit strak. Het is mooi voor onder je kleren. Maar die is niet corrigerend. Maar het broekje wel. Ja, het is nu donker. Ik ga morgen, als ik tijd heb, ga ik jullie die items laten zien. Maar ik ben echt tevreden over deze BH. Ik heb volgende week mijn laatste call om de puntje op de i te zetten van mijn website. En dan inshallah komt die website over 2 weken online. Dus voor iedereen die zwanger is en echt in spanning aan het wachten is tot wanneer die website online komt. Over 2 weken max. Dus laten we dat aanhouden. Nou, ik heb echt genoeg gepraat, genoeg gedaan vandaag. Oh, deze wil ik jullie ook laten zien. Deze heeft mijn leven gered toen ik net was bevallen. Dus ze zeiden tegen mij van na je bevalling moet je gaan plassen onder de douche. Nou, ik heb dus een paar keer geplast onder de douche. En dan viel ik tante boos naar me toe. Hij zegt, wonneke, de hele badkamer stinkt naar festival drugs. Festival drugs. En het was zo grappig omdat hij zo serieus was. Ik dacht van ja, ik zei tegen hem, ik moet echt plassen terwijl ik ga douchen. Want anders brandt mijn poenie weg. En ik dacht, oké, wat kan ik doen om gewoon op de wc te plassen? Dus ik had eerst met gewoon een flesje water. Ging ik plassen en het op mijn doos gooien. En alles was gewoon kletsnat. En toen heb ik het meest geweldige product gevonden. Wat ik ook ga verkopen op mijn website. En dat is deze bottle. Je doet water erin. Ja, je doet water erin. En je kan dit dus ook naar beneden doen als je bijvoorbeeld meeneemt in de tas. En dan hou je hem ondersteboven. En tijdens het plassen kan je er dan in knijpen en dan komt er gewoon een straal uit. En dit was in eerste instantie om te verkopen voor vrouwen die net zijn bevallen. Dus als je een hechting hebt of bent doorgescheurd, is dit echt ideaal. En toen kreeg ik dus heel veel berichten van, dit is ook echt ideaal voor als je je wassing wilt verrichten. Ik ben dus nu 1 keertje meegegaan met Robin trouwens. Als ik samen met haar naar de moskee gegaan. En dan moet je natuurlijk een wassing doen voordat je gaat bidden. En alles was kletsnat.
Dus ik dacht ook van, want ik wist eerst niet toen ik dit had ingekocht. Ik wist toen niet dat je een wassing moest verrichten voordat je ging bidden. En nu ben ik natuurlijk bekeerd. En toen dacht ik, dit is echt handig. Ook vooral als je zeg maar buiten bent en je moet je wassing verrichten. Dan kan je dit gewoon makkelijk meenemen in je tas. Dus ik ben echt zo hyped over dit product. En de website gaat Essie heten. Nou, waarom heet het Essie? Wie the fuck is Essie? Nou, Eden zou dus eigenlijk Isaiah heten. Dat is zijn tweede naam. Dus ik dacht, Essie is een afkorting. En ja, nadat we hadden besloten dat hij Eden zou heten, had ik dit bedrijf al in werking gezet, zeg maar. Dus het is nu Essie. Ik wil eigenlijk Essie Baby doen en ook babyproducten verkopen. Maar ik dacht, laat me eerst focussen op vrouwen die net zijn bevallen. Als alles goed gaat, komt er ook een nieuwe categorie en die heet dan Essie Baby. Die komt er wel onder dit bedrijf. Maar ik dacht, laat me eerst gewoon beginnen met deze producten. En uiteindelijk wil ik zeg maar allemaal producten verkopen die ik handig vind voor mij als vrouw die net is bevallen. En voor mijn kind die net geboren is en dat soort dingetjes. Maar hier ga ik dus mee beginnen. Ik ben super hyped. Echt, nobody asked. Dit lijkt wel op een presentatie voor school. Maar dit is de verpakking. Echt zo cute. Met hierin een uitleg over hoe je de peribotten moet gebruiken. Ja, that's it. Dus mijn bedrijf gaat heten Essie van Isaiah. En ja, deze peribottle is echt live. Alsjeblieft wacht op mij totdat het online is. Echt, dit is gewoon zo amazing. Goedemorgen jongens. Nou, ik was vanaf 7 uur weer wakker. Nothing new. Daarna zijn we even snel de auto gaan wegbrengen. Toen we die range gingen halen, zeiden jullie al van, hey, die auto heeft altijd wat. And it's true. Dus hij is nu naar de garage gegaan om gemaakt te worden. Ik heb even snel een flesje gemaakt, want Eden slaapt. En ik gebruik dus nu Johannes broodpitmeel, omdat Eden alles uitspuugt. Ik zeg eerlijk, dit is echt best. Dus nu ga ik weer overstappen naar Hero. Ik had een tijdje anti-reflux gebruikt van Nutrilon, maar hij spuugt nog steeds. Dus nu gebruik ik weer Hero met Johannes broodpitmeel in zijn flesje en die diefrakflesjes zijn het beste. Echt, ik ben zo blij ermee. Want omdat het zeg maar dikker wordt, gaat de melk niet meer door de, hoe heet die andere, Dr. Brown. Ik wil Dr. Pepper zeggen. Door de Dr. Brown fles. En bij diefrak wel. En ik ben gewoon echt blij met mijn diefrakfles. En we gaan nu even naar het consultatiebureau. Want daar is hij ook alweer lang niet geweest. Een maand geleden was de laatste keer. Dus daar gaan we nu naartoe. Ja? Toppie. 2 minuten lekker. Ja. Nou, kom maar, schatie. Yeah, je doet het heel goed. Je bent lief. Ja. Ja, echt waar. Echt waar, je bent echt lief. Ja, de ogen zijn mooi helder. Kijk, van papier tot naar de vlies of het helpt. Hallo jongens, ik ben weer op werk. En ik heb vandaag mijn abaya aan van Kispa en Lisa. Het is van Robin, Greetje. Misschien jullie van TikTok. En er zit ook zo'n kima bij. Maar die heb ik op met het bidden, dus die heb ik nu niet op. Want de winkel die gaat 3 november open in Almere. Almere stad. Voor de mensen die weten waar de avondwinkel is, daar is haar winkel echt precies tegenover. En dat eigenlijk. Ik ga nu even werken. En dan vanavond ga ik even met een vriendin naar Hongdae. Voor de mensen die me echt al volgen sinds schooltijd, dan weten jullie, onbekende doen ja. Met haar ga ik even eten. Lange tijd niet gezien. Maar ik ben blij dat ik weer contact met haar heb. En ze heeft ook een paar cadeautjes voor me. Maar in Oekraïne ook goed. Weet je wanneer je met die Poolse stukken ook nog klaar bent? Dat is heel goed. Dat is heel goed, moer. Hij ging verven met mijn vriend Petrov. Mijn vriend, wij zijn nu zero van de wereld, man.
Okay. Nou jongens, dan lekker bij Hongdae. Voor de mensen die echt van way back mijn vlogs kijken, ik ben met onbekende Doenja. Oh my god, dan zijn we lekker bij Hongdae aan het eten. Nou jongens, ik ben lekker thuis. Ik dacht, Iden gaat lekker slapen, maar die werd gelijk wakker met die flesje wel. En ik heb lekker gegeten. Veel mensen op Snap vroegen hoe het restaurant heet. Het restaurant heet Hongdae. Het is in Amsterdam. Het is halal. En dit was alweer de vlog voor deze week. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk een duimpje achter te laten. En vanaf vandaag ga ik gewoon weer elke vrijdag om 6 uur uploaden. Dus ik ben niet meer weg. I'm back. And I'm better. En ik hoop jullie natuurlijk weer te zien volgende week. Same time, same place. Doei!